We zijn hier in de Mercado op de Groenplaats, bezig met een opleidingsoverschrijdend project tussen de opleiding ICT Elektronica van AP en Grafisch Ontwerp van de Koninklijke Academie in Antwerpen. Dus in de richting elektronica ICT voor het vak Smart Systems moesten wij een robot ontwikkelen die eigenlijk heel veel verschillende soorten concepten eigenlijk samenbrengt, zoals bijvoorbeeld Internet of Things, volledige draadloze communicatie, Raspberry Pi programming, dus microcontrollers, etc. Tot eigenlijk een werkend concept dat bijvoorbeeld kan tekenen op de grond, een volgwagen kan maken, ook bijvoorbeeld camerabeelden kan opnemen, later nog verwerken, doorsturen naar een server, etc. De letters zijn ontworpen door de studenten van BA1 in Grafisch Ontwerp tijdens het atelier typografie. En elke student heeft een letter gekregen en dan ook een adjectief toegewezen gekregen. Waardoor dat er bijvoorbeeld een foute E gemaakt werd, een complexe K, een digitale M en zo verder. En die zijn nu allemaal samengebracht in die woordzoekers.